Ja, 3 keer niks, hè. Dat is gewoon de zwaarwassen doen. Ja, op het Jeruzalem zijn, op het hier in Nederland is. Welke kant gaat het volgens u allemaal op? Helemaal niet de goede kant, hoor. Echt niet. Laat maar zo zitten, hoor. Moeten we ons zorgen maken? Grote zorgen om alles, om alles, om alles. Echt waar. Ja, dus zeker. Vanochtend tv beluisterd, hè? In de Oekraïne. Ja, en wat heeft u gezien? Ja, nou, de inval van Rusland natuurlijk. Dat klopt, ja. We zitten er eigenlijk niet op te wachten. Nee, want wat is er toch allemaal gaande? Ja, dat is een oorlog in Europa. En dat is heel vervelend. Het is allemaal wel dichtbij, hè? Het komt dichterbij, ja. Klopt. En we hopen dat het een beetje met het zuster afloopt. Turbulent, dan denk ik aan dat er veel gaande is en dat er veel beweging is. En dat klopt natuurlijk als je kijkt naar de binnenlandse politiek, maar ook naar de buitenlandse politiek. Dan doelt u op een bepaald land? Of ja, uiteraard. Ja. Dat doen we natuurlijk ook op Oekraïne en Rusland. Ja, ja, dat ziet er niet goed uit, hè? Nee, spannend. Ja, zorgwekkend. Klopt, ja. Ja. Wat moet je ervan vinden? Je hebt er niet echt een rol in, hè? Het is beschouwend. Dus, ja, maar er gebeurt wel een heleboel. Zeker, ja. En dan doel ik gewoon op wat er in de Oekraïne gebeurt. Uiteraard, ja. Moeten we ons zorgen maken, volgens u? Heeft niet zoveel zin. Nee. Mensen maken zich sowieso wel zorgen, maar het heeft weinig zin. Nee. Als je echt invloed kunt uitoefenen is wat anders, maar dat kunnen we helaas toch niet. We volgen de ontwikkelingen in de wereld. En inderdaad, zo'n president Poetin die regelmatig de boel weer opstookt en zijn stempel ergens op moet drukken, daar hebben we meer van doen. Ik denk dat we ons wel een beetje zorgen moeten maken omtrent de economie die daar ook natuurlijk ontzettend veel last van gaat hebben. En wij mensen, gebruikers aan de ene kant, dat loopt allemaal. Ja, dat is het. Niet prettig allemaal. Nee, en wat er in Oekraïne gebeurt. Ja, dat is fotoboel. Ja. Ja. Moeten we ons zorgen maken? Dat dacht ik wel, ja. Het wordt er zo niet mooier op. Hoe groot schat u de kans dat er nog gepraat gaat worden tussen de verschillende partijen? Oh, ze blijven wel praten. Dat is geen probleem. Ze blijven praten en bommen gooien? Ja, Oekraïne alleen gaat dat niet lukken. Dus ja, dat zal dan wel met de NAVO of iets dergelijks ondersteund moeten worden. Anders gaat dat niet wel worden. Dus we moeten ons zorgen maken? Ja, in eerste instantie nog niet. Maar ja, als het allemaal grote uitpakt en het wordt, ja, ze gaan met rare bommen gooien, ja, dan wordt het heel wat anders. Ja, dat is een verschrikking wat tegemoet gaat. Ja, dat denk ik wel. Vooral die oorlogen en het spul wat duurder. En de mensen die op straat leven. Het gaat niet de goede kant op allemaal. Nee, en aan die oorlogen erbij, ik denk dat het ook binnenkort komt. Dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ik heb wel het idee dat de media natuurlijk het van één kant belicht. In Rusland zal het van een hele andere kant worden belicht. Maar goed, vanuit de westerse oogpunt gaat het niet de goede kant op. Ik denk dat niemand zit te wachten op strijd. Ja, of een wereldconflict. Ja, heel spannend. Moeten we ons zorgen maken? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, alleen als burger zijnde denk ik dat je je heel machteloos voelt. Ja. Maar zoiets is het wel natuurlijk voor de mensen in de Oekraïne. Maakt u zich zorgen? Ja. Ja, dit is niet fijn. Het is echt wel zorgelijk. Maar rustig afwachten, maar rustig blijven. Zou het kunnen escaleren? Nou, dat hopen we toch niet? Nou, die Poetin is wel gek, hè? Denkt u dat er nog gepraat gaat worden? Dat er? Nog dat er nog gepraat gaat worden? Ja, dat zegt hij wel, maar ik heb daar geen verduzie in. Ik ben overgeleefd aan een willekeur van een despoot, zou ik bijna willen zeggen. Ja, dus Heeft u misschien een oplossing? Ziet u een oplossing? Wereldwijd niet, nee. Dan ziet het er niet best uit. Nee. Welk advies kunt u ons geven? Geen enkel. Iedereen moet echt zelf
bedenken waar hij staat en wat hij kan, wat hij niet kan. Wat hij voor zichzelf en zijn naasten wil doen. Ja. En meer kunnen we niet doen? En meer kunnen we niet doen, denk ik. Nou, ik denk dat het wel getemporiseerd gaat worden, hè, door alle maatregelen die ook wereldwijd dan vanuit de VN opgeworpen worden. Ja, goed, maar hoe dat gaat lopen de komende tijd, ik ben heel erg benieuwd. De Veiligheidsraad nog een rol te spelen hierin? Ja, ze zullen zich wel mee bemoeien, neem ik wel aan. Ja. Ik hoor sommige mensen zeggen van wat Poetin in zijn hoofd heeft, dat gaat er niet makkelijk uit. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is een eigenwijs mannetje. Dat ziet er zorgelijk uit, dat laat ik me zo stellen dan. Ja. Ja. Hoe schat u de situatie in? Gaat er nog gepraat worden? Ja, dat zou het beste zijn, maar ik denk dat we al de grens van het praten al voorbij zijn. Dus Poetin die heeft dus gewoon zijn wil doorgezet en hij is de oorlog hier begonnen. Hij is er niet van af te brengen van zijn plan? Nee, hij is... Dat is een gevaarlijke situatie. Dan ziet het er inderdaad zorgelijk uit. Het zou best eens een derde wereldoorlog uit kunnen lokken. Maar... Denkt u dat het zou kunnen uitvloeien tot een wereldconflict? Zou het best eens kunnen. Maar ja, je moet maar afwachten. Hij is onberekenbaar. Misschien is hij al tevreden met wat hij nu bereikt heeft. Dit is volgens mij gelogen of iets dergelijks. Want er zou in eerste instantie niks gedaan worden. En was er een vredesmissie. En nu zijn er wel bomen gegooid. Maar allemaal moet je gewoon voorzichtig zijn. Echt, dat is gewoon zo dat het niet goed is. Maar, lieve meneer, ik ga wel door. Ja? Oké. Okay. Nou. Bedankt. Dag.